Dit is Landgoed Kaams. Het is hier echt prachtig. Ze hebben een hele mooie winkel, een brasserie met terras en uiteraard een stal met heel veel koeien en een professionele kaasmakerij. Daar gaan we straks een kijkje nemen. En wij kopen hier een klaverkaas die wij gebruiken voor onze kaassoep. Dit is Herbert Nijmans van kaasboerderij Kaams. Herbert, wat is nou zo bijzonder aan jullie kaas en jullie proces? Ja, het bijzondere aan de kaas is dat we verse melk gebruiken. Een hele goede smaak geeft aan de kaas. Uiteindelijk rijpen we hem dan ook weer op een speciale manier. En dat geeft een unieke kaas. En de melk komt van je eigen koeien? Ja, de melk komt van onze eigen koeien, van het bedrijf. En we hebben zo'n 200 melkkoeien met 100 hectare land. Wat we gebruiken voor de koeien, dat past precies bij elkaar. Met vers gras en natuurlijk in de dag ook het wintervoer. De koeien kunnen zelf ook kiezen of ze binnen blijven of naar buiten gaan. Dan mogen ze zelf weten. Ze gaan naar buiten als het lekker is, maar als het te warm is of het regent of de zon schijnt heel heftig, dan blijven ze lekker binnen. Ah ja, want hoe gaan jullie om met die vriendelijkheid? Nou, wij kiezen ervoor om de koeien een lekker leven te geven, om zo maar te zeggen. Ze kunnen op de koematrassen gaan liggen hier in de stal. Ze kunnen naar een borstel lopen om even lekker te schuren. Ze kunnen zelf kiezen naar buiten gaan in de zon. En zo proberen we de koeien gewoon heel erg te verwennen. En dat ze een hele goede kwaliteit melk ook weer geven. Want, ja, dat vinden wij natuurlijk wel weer prettig. Ja. Maar we goed voor onze lekkere kaas kunnen gebruiken. Ja, dat proef je ook. Ja, dat proef je ook. Ja. En wij gebruiken klaverkaas pikant. Wat is daar zo bijzonder aan? Ja, die klaverkaas pikant wordt dus van mooie melk geproduceerd. Met zuurzoekcultuur wat wij daarvoor gebruiken. Wat een bepaalde smaak kaas geeft, maar dan die kaas als die gemaakt is, daarom gaan we hem rijpen op een bepaalde manier, op temperaturen, en we bewerken de kaas op een speciale manier, dat hij een hele andere smaak beleeft. Dat trekt helemaal niet kaas, en uiteindelijk geeft dat dan, als die 3-4 maanden of langer gerijpt is, dan krijg je een hele exclusieve, onderscheidende smaak uit die kaas. Ja, dat is net goed, want hij is echt heel erg.